Bedankt. Bedankt. Bedankt dat jullie zijn gekomen naar het grootste Nederlandse YouTube-evenement. Misschien hebben we elkaar wel voor het eerst ontmoet, dat je bij jezelf dacht van, oh, dat is die vent. Bedankt voor alle leuke reacties en de mooie glimlachjes terwijl je stond te wachten in de rij. Want ook ik vind een meeting elk jaar weer heel erg leuk en spannend. Je ontmoet toch die fans van dichtbij. Bedankt voor de steun om mijn kanaal te blijven aanklikken als je weer eens op YouTube gaat kijken. Ik hoop namelijk dat ik met mijn video's die ik maak steeds meer publiek zal bereiken. Bedankt voor die mooie cadeautjes die ik gisteren in ontvangst mocht nemen. Door al jullie support en lieve reacties blijven we opnemen met gamen. Nou, ik sta hier backstage en dadelijk mijn eerste meet and greet hier zo. Spannend. Ik weet niet of jullie het kunnen zien daarachter, maar let op. Awesome. Bedankt dat we door jullie motivatie een grote pretparktrip hebben gepland. Dat je straks mijn kop op een YouTube-video ziet in een mega vet pretpark. Ik hoop dat je me herkent. Nou, we staan hier op de parkeerplaats. En daar is Bjorn. Hallo. En hij heeft een hele vette bak. Kijk maar. Awesome. Dit is toch cool, of niet? Het voelt echt als een eer, dit. Dankjewel. Nogmaals, lieve mensen. Het was gisteren zo'n fantastisch geslaagde dag. Ik heb nog nooit zoveel leuke fans gezien en ontmoet op een evenement, op een YouTube evenement. Het was zo bijzonder dat ik merk dat mijn kanaal ook gewoon groeit en dat het publiek groeit. En dat merk je gewoon aan de drukte die kwam gisteren. Het was zo ongelooflijk geweldig. Als jullie eens wisten hoe dat zou voelen voor mij, dan is dat gewoon meer als waardering. Dat is meer als steun. Dat is gewoon de support van de video's die ik maak, waarin ik ruim 50 tot 60 uur per week mee bezig ben. Speciaal voor jullie. En dan is dat ene dagje eigenlijk bijna niet genoeg, maar eigenlijk ook weer wel. Het is gewoon een compleet lange dag. Ik heb meer dan 11.000 stappen gezet die dag. En gewoon puur omdat ik gewoon door die hal wilde lopen. Ik wil jullie ontmoeten, ik wil jullie aan kunnen kijken, ik wil jullie kunnen spreken. Ik wil jullie tips horen, ik wil jullie complimentjes horen. Ik vind het allemaal geweldig. En daarom ben ik er al jaren achter elkaar bij YouTube evenement, de YouTube Gathering. Het is natuurlijk, het is wel kleinschaliger, het wordt ook steeds kleiner voor mijn gevoel of zo. Maar dat maakt eigenlijk niet uit, want zolang jullie komen en zolang gewoon de gezelligheid aanwezig is, jullie maken de sfeer daar bij de Brabant Hallen of in het verleden jaren natuurlijk bij de jaarbeurs. Het voelt zo goed, het voelt zo, ik heb er haast geen woorden voor. Het is gewoon geweldig. Ik heb ontzettend genoten. Ik had natuurlijk op Instagram gezet dat ik me niet lekker voelde. Ik heb die dag best wel veel medicatie geslikt omdat ik een bacterie had in mijn maag. Die bacterie, die pillen, die zorgden ervoor dat het een beetje rustig bleef. Maar ik voelde me toch niet heel erg lekker. Een beetje misselijkheid, hoofdpijn, van alles kwam eigenlijk die dag voorbij. Maar even eerlijk naar jullie, ik heb zo genoten en ik ben ook af en toe gewoon de pijn en de last vergeten door jullie, door die afleiding. Het was zo leuk. En het gaat nu al een stuk beter met me, dus misschien maakt de YouTube Gathering je wel een stukje beter. Althans, mij wel. Vorig jaar was, toevallig was het vorig jaar ook. Toen voelde ik me ook niet lekker. Toen zijn we twee dagen geweest. Zaterdag en zondag was een weekend. En ik heb me gewoon daarna gewoon hartstikke goed gevoeld. Ik ging er een beetje, ja, ook weer misselijk. En ik ging heel erg ziek naartoe. Ik had ook buikpijn en van alles. En ik kwam gewoon beter terug. Dat is echt bizar. Dit is gewoon een geneesmiddel of zo. Dit is echt heel creepy. Maar goed. En wat ik al zei, ik heb zoveel leuke cadeaus gekregen. Heel veel kassen. Ik heb lekkere koekjes gekregen. Cakejes en met wafeltjes en chocola. Het was zo lief dat mensen gewoon cadeautjes geven. Ik bedoel, als je al langskomt om met mij op de foto te gaan of met me te praten, dat is al gewoon een cadeau. Ik had ook lollies en ja, de video komt nog online. Even nog een kleine mededeling. Gisteren is er een Planet Coaster video online gekomen. En je had het misschien al door. Die had eigenlijk vandaag online gemoeten. Vandaar dat we nu even een andere video hebben. Maar ik vind deze misschien nog wel een van de belangrijkste video's van mijn kanaal. Even een bedankje. Een kleine shout-out naar iedereen die gisteren kwam. Maar natuurlijk ook een shout-out naar de mensen die niet konden komen. Die ziek waren. Die misschien helemaal geen zin hadden. Dat maakt niet uit. Jullie kijken nu momenteel naar deze video. Ik bedank jullie ook gewoon voor de hele support op mijn kanaal.
En dat is dan van donaties, dat is dan tot aan reacties, dat is tot aan Instagram-volgers, dat is gewoon alles. Hele bedankje, alles. Hopelijk vond je dit een leuke video. Laat dan even dat dikke duimpje achter. Natuurlijk altijd even dat duimpje. Hartstikke leuk natuurlijk. En heb je een foto met mij gemaakt? Doe dat even delen. En tag mij erin op Twitter of Instagram. En dan kan ik hem ook leuk delen met mijn verhaal. Dus doe dat gewoon. Hartstikke leuk. Dank jullie wel. En dikke shout-out naar jullie. Doeg!